Goedemorgen. Super blij hier. Ik ben dus in het ziekenhuis en Lizzie is geboren. Kijk. Nou, hey allemaal. Ik lig dus in het ziekenhuis op dit moment. Mijn vliezen zijn gebroken, echt uit het niets. Ik had wel al een beetje last van mijn buik en zo. Omdat mijn vliezen waren gebroken, heb ik de dokter of het ziekenhuis moeten bellen. Toen is de ambulance gekomen. De ambulance heeft me meegenomen. Ja, nu liggen we hier. De weeën zijn ook al goed begonnen. Dus we hebben hier alles een beetje op de monitor. Het gaat goed met mij, maar omdat de weeën ook al komen en ze toch in een keizersnee geboren moet worden, hebben ze al een lijntje gezet en heb ik al het operatiepakje aan. En zijn ze nu ook haar klaar aan het maken. En zodra de plek is, dan gaan we. Dus het is heel spannend. Het is nu 19 juni. Dus zoals het er nu uitziet, wordt ze vandaag geboren. Dus ja, vind ik wel heel spannend. Ik ben er wel klaar voor, maar ik vind het wel ook echt heel spannend. Jij, papa? Jij bent van het licht. Heel spannend. Ik zal... Ja, heel spannend. Spannend. Ja, dankjewel voor het licht. Toegevoegde waarde. Dus ja. Ja, ik moet iets hebben met me. Jij moet iets, hè. Je moet iets te doen hebben. Oké. Okay. Daar komt er mee. Oké, doei. Tadaa. Daar is ze. Hoi. Nou, dit is dus Lizzie. Lizzie Hellebrand. Het is allemaal goed gegaan. Via de keizersnee is ze geboren, maar ze doet het echt hartstikke goed. Het is helemaal rustig. Lekker warm. Het was 2725 gram. Het is echt allemaal goed gegaan. Zo klein, hè? Echt in de mini. En nu dus super spannend, want Zoe is nu onderweg hierheen. Ah, ik kan echt niet wachten. Oh. Kijk eens hier. Oh, wat klein. Oh, wat is klein. Wat heb je voor mij dan? Het kindje. Oh, wat lief. Wat is het weer klein. Klein, hè? Oh, het is eigenlijk klein. Oh, wat mooi. Allemaal kleertjes gemaakt. Ja. Echt mooi. Oh ja. Yo, zusje. Kom hier, laat me even. Die is echt klein en zo. Ja. Wat vind je ervan? Schattig, hè? Ze was aan het trillen, aan het huilen. Zo. Ja. Ze was zo blij. Leuk, hè? Oh, schat. Kijk, hè? Zie je? Kom, pak, haal ze vandaag. Daar is jouw zus. Oh, jij kan het al meteen. Goed, je weet al meteen hoe je dat moet doen. Ja. Goed, ja, mijn liefje, die is van jou. Zo. Is het goed gekeurd? Mag ze blijven? Hoe vind je de naam? Ja. Hoe vind je? Hè? Ja. Vind je de naam leuk? Ja. Goedemorgen. Super blij hier. Ik ben dus in het ziekenhuis en Lizzie is geboren. Goedemorgen. Wat een poepie. Het gaat ook hartstikke goed, gelukkig. En als het goed is, kan ieder moment mijn moeder bellen. Ik ga eens even kijken. Daar. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hoe ging het? Ja, goed. Ja? Ja. Ging snel, hè? Want ik ben gisterochtend nog overstaan. Ja, grappig, hè? Maar wel ging alles goed. Ja, wel grappig, hè? 9 juni en 19 juni. Ja, helemaal leuk. Leuk, ja, hè? 19 september rooi, 19 mei half, zei die. De 19e, dit is wel allemaal gekke. Echt zo. Wat een bonnetje bij jou. Wacht, ik ga het laten zien, hè? Wat een skattie. Ja, Zoe, hè? Leuk, hè? Ik vind het toch wel een Zoe, hoor. Hè, jij ook? Ja. Ja, zo mooi.
mooi. Wat een schat, wat een bolletje. Ja, wat leuk, Bianca. Echt super, man. Jee, ben ik trots op jou. Wat een schatje. Holaatjes, het is echt de hele ochtend super druk geweest met de kinderartsen, de artsen voor Lizzie. En voor mij allemaal alles in de gaten houden. En ik had ook erg veel last van mijn wond, moet ik zeggen. Ook hier had ik de hele tijd pijn. Dus ik heb niet zoveel gevlogd om jullie op de hoogte te houden, omdat het gewoon echt niet ging. Nog maar een paar minuutjes en dan komen papa en Zoe. En zo blij. Ja, die hoefde vandaag niet naar school. Die mag een dagje fijn, dat ze natuurlijk vannacht was langsgekomen. Dus die kunnen ieder moment naar binnen komen. Dat vindt Lizzie ook leuk. Toch, Lizzie? Ze is helemaal enthousiast. Hallo. Hallo. Wat goed van jou. Er zit geen broekje bij. Oh, is niet erg. Hadden we een beetje kunnen slapen zonder mij? Jazeker. Oh, echt? Lekker met z'n tweetjes, hè? Zoe. Oh, die was van jou. Ik heb er twee bedjes mee. Heel goed van jou. En ook nog een pakje. Oh, nou hé. Dat heb ik meegenomen. Fit prinses. En het knuffeltje. Ze heeft het al heel goed gedaan deze ochtend. Lief, hè? Ik heb ook een leuk trekje voor mij pakken. Ik wil even naar kijken, schat. Je moet wel even je handjes wassen. Zullen we handjes even wassen hiernaast? Zo lief, hè? Oh. Hallo. Hey. Ja, je bent helemaal super. Kijk eens even, want als het niet warm genoeg is, kan je zo één washandje eraf halen. Dat is een beetje dubbel, hè? Dat die anders aan de onderkant. Ja, dat is onze andere dochter. Oh, ze heeft nog een shirt van je grote zus. Ja, die is helemaal trots. Fijn, hè? Je maakt papa de hele ochtend gek, hè? Dat je wel komen. Gaat het goed, Zoe? Ja. Ja? Oh, ik hoorde ook dat zij ze heel goed, ja. Papa? Kom eens. Weet je wat voor papa moet komen? Nou? Kan papa voor de camera pakken? Kan ze kan een kindje laten zien? Goed idee. Kan van haar zo lief, hè? Schattig. En zo klein. Dat is lief, hè? Ja. Het is pas één dag oud. Pas het al af. Ja, normaal is natuurlijk altijd de dans geopend, dus eten wij of heel laat of op tijd. Het is nu 4:15 en ik heb nu gewoon mijn eten gekregen van het ziekenhuis. Kijk. Oh, dit is toch helemaal super luxe. Ik heb hier de tv aanstaan op de iPad, dat is dus helemaal nieuw in het ziekenhuis. En hier mijn poepietje. Kijk nou. Zoe en Kevin zijn net weg, die gaan de dansschool doen en regelen. Misschien dat ze later nog terugkomen. Dus ik ga nou even proberen te eten, want het doet wel nog steeds een beetje pijn op mijn buikje. En ik heb hier ook een van die heel erg last. Een soort van, hoe heet dat nou? Spierpijn of zo. Hier heel erg. Heel erg vervelend. Dat mag niet zeuren, want ik heb lekker eten. Dus ik ga nu lekker eten. Hallo. Nou, ze is al 2 dagen oud. Mm-hmm. En doet ze het goed? Mm-hmm. Ligt goed. Ja, hè? Mama. Je buik is nog een heel klein beetje gooien. Ja, nog een beetje dikker. Mm-hmm. Hallo. Het is alweer avond. We hebben het avondeten net gekregen. Ik heb vandaag wel nog steeds al mijn medicatie gekregen. Ik voel me echt een heel stuk beter. Ik kan weer een beetje lopen, gelukkig. Met Lizzie gaat het supergoed. Ja. Even middag even bij me op mijn schoot geslapen. Echt superleuk. De monitors hebben ze stopgezet. Ze liggen wel nog in het warme bedje. Dus dat moet nog eventjes zo blijven. En als dat allemaal goed gaat, dan mogen we naar huis. Ze moet sowieso tot en met 36 weken blijven. Dat is tot en met vrijdag. Het is nu woensdag. Dus sowieso blijven we nog 2 dagen in het ziekenhuis. Maar ze doet het echt super goed. Ik ben echt zo blij. En nu ga ik even lekker eten. Nom 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 nom. Hallo. Het is nu in de avond. En ze liggen nou bij mij te drinken. Zo knap dat dat kan allemaal, hè. Het deed wel een beetje pijn, want ze doet het erg goed. En nadat ze bij mij heeft gedronken, doe ik altijd even kolven. Kijk, hier zit ook het kolfapparaat. En ik heb al best wel wat moedermelk. Dus net had ik 1 ronde overgeslagen, hadden ze me lekker laten slapen. Hadden ze jou drinken gegeven. En het is zo leuk, ze heeft gewoon alle pakjes aan van Zoe. Zo schattig. Ze doet het ook zo goed.
Het bedje wat eerst op het verwarmen stond, staat nu op 36 graden. Dus dat gaat ook wel de goede kant op. En wie weet mogen we wel eind van deze week naar huis. Oh, wie weet. Zoe en Lizzie. Ja. Is me wat, hè. We hebben ook zoveel reacties gekregen. Zo leuk. Hallo, niet slapen. Je moet nog even drinken. Doet ze goed. Goeie meid. Als zij dus drinkt, dan voel ik het ook soms gewoon aan mijn hechtingen wegtrekken. Maar ze zeggen wel dat je herstel wel sneller gaat of je buik sneller weggaat als je borstvoeding geeft. Toch zo'n wonder, hè? Zo verliefd. Doet het goed, hè? En dadelijk komt Kevin nog even. Lizzie, de papa. Kussentje kijken. Nou, en Kevin is gekomen met allemaal kaartjes. Kijk eens hoe leuk. Ja, helemaal top. En met nieuwe schone kleren. Dus die ga ik even allemaal checken. Zo, goedemorgen. Ja, nou, misschien ben ik er weer een beetje, zoals je ziet. Ik heb lekker gedoucht, mijn haar gewassen. Ik heb nog shampoo en crème spullen meegenomen. En ik heb even wat op mijn gezicht gedaan, even een crèmetje. En ik voel me echt weer een beetje de oude. Het gaat de goede kant op. Ook een paar zitten mol en dikke vanaf krijg ik nog steeds. Maar daardoor voel ik me wel nog steeds heel erg goed. Lizzie ligt hier heerlijk te slapen. Dat gaat ook allemaal hartstikke goed. Ze ging lachen, zeg je. En ik krijg zo bezoek van Romy. Die komt gezellig even langs. En dan, langzaamaan, zo stap voor stap, kijken wanneer Lizzie naar huis mag. Vandaag gaat ze lekker in het badje, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. En straks hebben we een soort van oudergesprek. En dan krijgen we dus te horen wat allemaal moet en hoe het gaat. En wat allemaal belangrijk is, zeg maar. Dat ze allemaal nog moet kunnen. En het gaat goed. Mijn wond is wel een stukje, vorige keer was mijn wond volgens mij zoiets. Want ik heb vorige keer met Zoe ook keisnee gehad. Volgens mij is hij nou wel een stuk breder. Maar goed, ik kan het nog niet helemaal zien, want het zit nog onder mijn buik. Maar goed, als alles maar gewoon goed gaat herstellen en... dan ben ik helemaal blij. Lizzie doet het hartstikke goed. Ja, dus ik ga nu eventjes mijn WhatsApp berichten beantwoorden. Het is inmiddels 22 juni, dus Lizzie is 4 dagen oud, toch? 3 dagen oud. Ik kan niet meer tellen, niet. Maandag is ze geboren, het is nu donderdag. En mijn hele WhatsApp op mijn telefoon, die doet het dus niet meer. Echt super handig. Dus ik ga nu even via de laptop proberen om de mensen te beantwoorden. En dan maar even alles opnieuw op te starten of zo. Ja. Komt vast goed. Dus ik ga even aan de bak. Doei! Hallo! Het is nu vrijdag. Kijk, ze ligt lekker te slapen bij me. En over een paar minuutjes komen oma en Zoe langs. Ja, komen we weer van jou genieten. En het is een beetje spannend, want we mogen of zaterdag, zondag of maandag naar huis. Doet hartstikke goed, hè. Dus nu nog even rustig, hè, want zometeen komt Zoe. Hallo, zijn ze toch? Ah. Zie je ook weer uit, hè, vriendin? Geen plezier. Yay. Dan hadden geen tijd, maar dat ze zich moest omkleden. Dankjewel, schatje. Een lekker ijsje. Dankjewel. En het hartje. Jama's. Hoi. Laten we dadelijk wel zien. Hallootjes. Ja, vrijdagavond is het. We zijn nog niet thuis zoals je ziet. Lizzie is wel 36 weken oud, dus dat is echt helemaal toppie. Ja, je ziet mij lekker ongegeneerd. Ik praat ook wat zachter, want het ziekenhuis is avond. Het is nu 10:30 en ik ben echt moe. Toch, als je hier zit de hele dag, het is best wel warm. Dat ding gaat open en dicht. Het is eigenlijk best wel koel in de kamer, maar ik heb het gewoon echt super warm. Ik val gewoon in slaap, ook overdag en in de middag, maakt niet uit wanneer. Als ik een flesje heb gegeven, ik leg er dan aan nog steeds aan de borst. Vanmiddag heb ik wel een paar keer een flesje ook gegeven en ook gekolfd. Ik voel me soms net een koe. Dan heb je echt van die plakaten erop en dan gaat dat wiebelen, zeg maar. En dan komt er dus melk en dat leggen we in de koelkast. En straks heeft ze dus voor de eerste keer een flesje gekregen. En zegt, ja, want ik kan niet filmen. Want ik was natuurlijk met twee handen bezig, zeg maar. Je zag er echt helemaal genieten. Helemaal zo met die handjes zo in de lucht. Zo bij de oogjes, zeg maar. Zo helemaal zo blij. Het is dan zo'n mooi gevoel. Zo'n mooi moment dat je dat dan maakt voor haar of zo. Dat je dat dan geeft. Dat zij er dan behoefte aan heeft. En dan zo gelukkig mee is. Ik weet niet. Dan ben ik helemaal happy. En was Zoe ook dus ook nog hier. Die had vandaag zomerfeest op school. Daarna kwam ze nog even hierheen. Dus ze was een beetje aan de vieze kant, zeg maar. Dus ze mocht Lizzie niet vasthouden. Maar ik heb haar wel
een badjas aangedaan en dat ze beide mocht liggen, maar ze mochten niet aankomen, want het is toch wel een prematuur kindje. Moet een beetje opletten. Maar ze doet het zo goed, hè. Dat is net met Zoe. Zoe deed het ook zo goed in het ziekenhuis. Echt, echt toppertjes. Ik ga haar even laten zien. Ta-da-da-da. Dus ik kijk wel een beetje boos naar jullie. Ja, weet je, ik kan hier uren naar kijken. Daar hangen allemaal kaartjes. Zie je allemaal kaartjes die we hebben gekregen. Daar hangt wat informatie. Ik heb het schermpje even dicht gedaan. Als die deur open gaat daar, dan ziet iedereen meteen zitten. En soms met het kolf en zo is dat niet helemaal handig. Maar eigenlijk hebben we vandaag steeds ook wel wakker moeten maken voor de voeding. Want ze krijgt 8 keer per dag krijgen ze 40 milliliter drinken. Een poepie. Ja, wat een informatie ook allemaal. Misschien denken jullie wel van, oké. Okay. En ik ben lekker zonder make-up de hele dag. Ja, dit is how I look. Ik ga denk ik nog even wat kijken, even wat mensen nog beantwoorden. Even de mail downloaden op de lab, want ik heb de laptop meegenomen. Of Kevin heeft de laptop gebracht, bedoel ik eigenlijk. Dadelijk even slapen. Over een uurtje ongeveer is het alweer zover en heeft ze weer voeding nodig. Dus even kijken of ik dan de voeding doe of de mensen van hier. Want ja, nu kan ik nog een beetje mijn slaap denken. Als we dadelijk naar huis mogen, moeten we het zelf doen. Ja, maar ik denk dat Kevin dan de avonden gaat doen of de nachten. Maar ja, het ligt er ook een beetje aan hoe dit allemaal gaat. Want dit duwt op een gegeven moment. Weet je, dat moet het eruit, zeg maar. Nou, lieve mensen. Ik denk dat ik meteen hierbij ook deze vlog ga afsluiten. Alles een beetje rondom de geboorte. Ik hoop dat ik alles een beetje heb verteld. Mocht het niet zo zijn en ik zie dat later, dan komt er nog een andere vlog aan waarin ik alles een beetje uitleg met de ambulance en zo hoe het allemaal is gegaan. Maar voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. De volgende video wordt hopelijk een video dat we ermee naar huis nemen. Tot volgende week. Doei!